Hallo dan. Dit is voor mij een beetje ongemakkelijk. Want ik ga voor het eerst tegen zo'n GoPro-camera praten. Want ik ga wat vertellen. Ik ga namelijk maandag tot met vrijdag ga ik liften. En ik doe dit allemaal voor een schoolopdracht. Goed. Ja, waar moet ik beginnen? Misschien wel eerst om even uit te leggen waarom ik dit ga doen. Ik ga dit doen omdat ik graag wil weten hoe het is om alleen op reis te gaan. Ik wil heel graag over een aantal jaar, of misschien wel volgend jaar, een half jaar gaan reizen. Maar daar houdt nog wel iets mij tegen. En dat is dat ik niet zo goed weet wat ik kan verwachten. Ik vind dat eng. Ik vind dat oncomfortabel. En daarom wil ik er juist achter komen. Ik ben langzamerhand een beetje mijn tas aan het inpakken. Ik heb een enorme, gewoon goede rugzak met me mee. Beginpunt zal Zwolle zijn. Ik ga in Zwolle beginnen. En ik wil graag kijken hoe ver ik kom qua kilometers. En noem maar op. Ik zou, ja, dus het is allemaal afhankelijk van waar we heen gaan. En dat ga ik proberen te doen door te liften. Ja, dus dat al op zich al is al spannend genoeg. Ik weet dus niet waar ik ga eindigen. Ik heb niks gepland. Ik heb geen hotels geboekt. Ik hou alle opties open. Ik hoop eigenlijk zoveel mogelijk dingen te zien, om me af te laten komen. En ik ben gewoon heel erg benieuwd wat dat met mij als persoon doet. En ik ga dit ook fragmenteren voor mezelf, om dit later terug te kijken. Maar ook voor mijn vrienden, familie, klasgenoten. Vind ik het ook leuk om dit te delen. Ja, waar hoop ik uiteindelijk te eindigen? Wat zijn mijn verwachtingen? Doel is wel proberen om echt buiten Nederland te komen. Dus echt naar het buitenland toe. En het is nog maar even de vraag of ik naar Frankrijk of in België of in Duitsland wil eindigen. Dat maakt in principe niet uit. Wat ik wel weet is dat de eerste lift heel cruciaal is. Want dat gaat een beetje bepalen van welke richting ik eigenlijk op wil. Ik wil eigenlijk of naar het oosten. Dus als ik in Zwolle begin en ik zou iemand tegenkomen die gaat misschien naar Enschede of Almelo. Dan ga ik echt mijn volledig focussen om in Berlijn te komen. Dat zou heel mooi zijn, want dat zou ook betekenen dat ik gewoon een rechtstreeks lijn weer terug heb. Naar Nederland toe. Maar nogmaals, locatie afhankelijk. Ik kan ook zomaar naar het zuiden gaan. Ja, ik ben heel benieuwd, jongens. Ik ben heel erg benieuwd. En heel erg spannend nogmaals. Maar ik laat het op me afkomen. En ik wil gewoon alvast delen met jullie dat ik er heel veel zin in heb. Dat ik er heel erg ook naar uitkijk. En ja, op het moment dat de dag eenmaal zover is, dat is vanaf 3 dagen, nou, 2 dagen vanaf nu. Het is nu vrijdagavond. Dan kom ik weer in contact met de GoPro-camera. Ik zie jullie dan. Hi. Ah, zijn we dan? Avond voor vertrek. Ik ben me aan het klaarmaken om lekker naar bed te gaan. Ik ben echt wel moe. Morgen weer vroeg opstaan. 7 uur gaat de wekker. Ja, ik ben best wel zenuwachtig, maar aan de andere kant heb ik er ook echt best wel veel zin in. En wauw, ik ben echt benieuwd wat ik morgen ga meemaken. Al gaat een heel interessante week worden, dat wel. Ik ga trouwens niet naar Frankrijk. Ben ik vandaag achtergekomen. Ga ik niet doen. Ik heb te horen gekregen dat. Te horen en gelezen dat. In Parijs. Een geel. Reisadvies heeft afgegeven vanwege terreurdreiging. Dat vond ik.
heftig om te horen. Dus dat betekent dus dat ik me denk ik wel vooral ga focussen om lekker naar Duitsland te gaan. En het is natuurlijk altijd afhankelijk van wat het eerste rit zal worden. Het kan ook zomaar zijn dat ik naar Polen of naar Oostenrijk ga. De eerste dag, dan doen we dat ook. Maar ik mag daar niet van uitgaan. Ik denk dat ik. Mijn verwachting is dat we hem in stukjes gaan doen. Nou ja, even de laatste dingetjes afronden. Ook nog voor mijn spelers. Moet nog even wat in elkaar zetten. En dan gaan we mooi slapen. En dan zie ik jullie morgen. En dan gaat het echt morgen beginnen. Tot dan. Zo, goedemorgen. Het is zover. Het is zover. Ik moet even bijkomen hoor. Best wel slecht slapen. De hele nacht lopen malen. Van vandaag. Malen in de zin van. Oeh, en ik moet morgen of ik moet vandaag reizen. Er wordt nog wat. Als ik het. Zo hoor, wordt het nog leuk, want het regent keihard. Dus ik moet ook. Moet goed het weer in de gaten houden dat ook niet alles nat wordt. Het zou echt super, super vervelend zijn. Dat zijn dus ook die momenten waar ik goed voor mezelf moet gaan zorgen. Ik straks ga even doen. Ik ga even lekker omkleden. Op mijn gemakkie. Ik heb niet per se een tijd waarin ik in Zwolle moet zijn, want dat is wat ik al zei, is het beginpunt. Ik ga nog even eerst langs mijn moeder. Even wat koffietje drinken. En even laatste dingetjes nog regelen en afscheid nemen. En dan ga ik naar de trein toe en dan kan het reis echt gaan beginnen. In de tussentijd zie ik jullie dan. Zijn we dan onderweg? Net even koffie gedronken bij mijn moeder. Nu is het gassen. Gassen, gassen, gassen. Ik ben nu onderweg naar de trein. En ik moest even net even denken: van nou, nu zijn we echt begonnen. Nu kunnen we eigenlijk af en toe aan. Maar ook, ik hoef niks. Ik heb zo'n haastgevoel, maar ik heb niks anders dan tijd nu. En dat is even heel bijzonder om dat te ervaren. Wat ook heel bijzonder is om te ervaren is dat ik hier midden op straat tegen mezelf zit te praten in een cameraatje. Er lopen allemaal mensen om me heen. Dat vind ik ook bijzonder. Maar goed, het is allemaal onderdeel van het reis, zou ik zeggen. Dus ja, ik loop nu nog in Kampen. Ik pak nu de trein naar Zwolle. Vanuit Zwolle pakken we de bus. Gaan we richting het PEC Zwolle Stadion. Want dat zit mooi tegen de snelweg aan. En vanuit daar zit gewoon voor het eerst iemand aanspreken met. Ook een camera in mijn hand en vragen of ik met iemand mee mag. Ja, dat wordt wat. Ik kijk er wel naar uit. Ik heb niet zo heel lekker geslapen, maar ik merk wel dat er goede energie door mijn lichaam heen gaat. En het fijne er ook van is, denk ik, als ik vanavond een slaapplek heb, dan kan ik denk ik lekker goed slapen. Maar goed. Ja, ik neem jullie mee in mijn reis. En tegen die tijd als we daar zijn, dan gaan jullie het wel zien. Oké, nou, zijn we dan? Esso Pop. Zwolle, ik toch gelijk. Ik ga eerst even plassen, want het is zo zenuwachtig. Ik ga straks dus gewoon mensen hier aanspreken met een camera. Van, hé joh, mag ik mee? Dus dat vind ik heel ongemakkelijk.
Maar ik ga eerst even naar de wc. Misschien ga ik even eerst een koffietje doen voordat ik het ga doen. Dus ik moet even daarmee. Ik moet even daardoorheen. Maar komt goed, komt goed. Ik hou jullie, die gaan het zien. Ah, ik zit hier nog steeds lekker in de McDonald's te chillen. Het is ongeveer nog een kwartiertje wachten voordat de volgende lift komt. Dan gaan we naar Leidschendam uit mijn hoofd. Zeg ik dat goed? Even kijken. Volgens mij gaan we naar Leidschendam. Dat is dichtbij Den Haag. Even kijken hoor. En daarna vanuit... Ja, Leidschendam. Vanuit Leidschendam ga ik naar Rotterdam toe. En ik heb kunnen weten te regelen dat ik in Rotterdam kan overnachten bij mijn tante. En dat is super chill. Ik kan eten, ik heb een dak. Ik kan uitrusten, kan een beetje relaxen. Ik kan vanuit Rotterdam kan ik gewoon... mijn plan stippelen voor de volgende dag. Dus dat is relaxed. En dan ben ik gewoon echt redelijk tevreden. Want we hebben gewoon echt serieus gewoon zonder het OV te gebruiken. We hebben gewoon twee liften weten te regelen. Maar wat ik wel weet is... Man, het kost toch veel tijd. Goed. Een kwartiertje wachten. Dan kunnen we weer door. Ik ben in Leidschendam. Even kijken, want hier heb je zo'n Westfield Mall. Dus we gaan even kijken wat daar binnen is. Ik ben wel heel erg benieuwd. Ik zie nou te lachen wel, Elke. Ja. Je moet ergens beginnen, zeggen ze altijd. Hè? Dus, het zijn altijd van die korte filmpjes achter elkaar. Ik had eerst dat ik wil hier maar naartoe gepraat, dat ik, oh wacht, de camera staat. Hij is zichzelf aan het praten. Ik ben moeder. Oh, dat is lekker warm. Oh, schrijf niet. Nou, hij was als toilet. Die is wel mooi hoor. Ja. Zo. Nice. We gaan gewoon even kijken wat hier is. Daarna gaan we vooruit plannen. Dan gaan we richting Rotterdam. Wat is dat? Het is wel echt super groot hier. Het is wel cool. Toevallig afscheid genomen van Elze. Ja, echt super tof dat ik met haar mee kon hier naartoe naar Leidschendam. En vanuit hier gaan we gewoon verder. Wat wel zo is, is dat ik lekker de trein ga pakken naar Rotterdam. Waarom? Ja, het is gewoon even op dit moment gewoon de snelste manier. Even kijken hoor. Het is fucking groot hier. Ik denk dat ik hier naar rechts moet. Het is gewoon de snelste manier om bij mijn tante te komen. Maar dat vind ik het ook wel gewoon prima. Ik moet mezelf ook niet te moeilijk maken wat dat betreft. Dus lekker... treintje pakken naar Rotterdam-Alexander. Daar lekker eten straks. Avondje spenderen. Bij mijn tante. Heel lang niet gezien ook. Dus dat is ook wel gewoon even goed. En vanuit dagen gaan we gewoon verder. Dus, en dan gaan we ook een beetje vooruit plannen. Een beetje chillen. En dan gaan we morgen gewoon weer lekker liften. Ik denk dat gewoon de beste optie is. Dus... jullie gaan het allemaal wel meemaken, mensen.
Ja, ja. Ik ben er bijna. Ik loop naar mijn tante toe nu. Ik ben van Leidschendam naar Rotterdam Centraal gegaan. Naar Rotterdam Alexander. Nu vanuit daar door naar mijn tante. En gaan we even chillen. Gaan we relaxen. Ik heb haar al heel lang niet meer gezien. Ik denk al bijna een jaar niet meer. Dus dat is... dat is nog best wel veel eigenlijk. Nog best wel lang bedoel ik. En dus dat is ook wel eens weer even goed. Dat is dan zo'n reis is toch dan... Het is ook nog een goede familiedoelen wat dat betreft. Een paar minuten en dan ben ik bij mijn oom en tante. Ik loop hier rond. En ik denk echt... Jeetje, ik ben hier al jaren niet meer geweest. Bizar. Je ziet je oom en tante dus wel eens van tijd tot tijd. Maar gewoon waar zij weer woonde. Gewoon in mijn kindertijd heb ik dat al niet meer gezien. Dus ik ben ook heel erg benieuwd wat er eigenlijk allemaal is veranderd. Dan moet ik ook even goed in de gaten houden waar het ook weer precies was. Maar ik heb het adres gewoon gekregen. Ik dacht, nou, vanaf hier kan ik het wel zonder kaarten. Nou ja, ik denk dat ze dan ook heel erg verbaasd zijn. Maar dat ze het ook weer leuk vinden dat ik gewoon, ja, op deze manier gewoon langskom. En ze zullen ook denken van, camera in je gezicht, wat is dit dan? Maar voor mij is het net zo raar. Maar goed, ik ga er wel live reactie. Live reactie. Zorg voor views. Lijpe views. Subscribe. Like. Nee, ik ben er al wel klaar mee, moet ik zeggen. Voor vandaag. Ik ben best wel moe. Slecht slapen. En dan is dat zo'n reis. Ik drukte best wel op. Maar nu kunnen we lekker relaxen. Dus, het is hier. Het is hier zo. Dus ik hoop dat ze lopen. Een bel wel. Ja. Hey! Hey Jopie! Stuur je naar een bericht? Echt? Oh. Hey Jopie, wie is dat nou? Hey schat. Ja. Hallo jongen. Hoi. Hoi. Wat leuk. Ja. Hoe is het? Ja, hartstikke goed. Ja? Ja. Kom maar Jop. Zo. Zo. Ben je nou echt alles komen liften? Alles komen liften. Serieus? Met camera en al, ja. Dat ben je. Ja, allemaal voor een schooldracht. Hoi. Hey. Hey. Hey, hoe is het? Ja, wat een verrassing man. Ja, ik dacht, nou het komt eigenlijk wel ideaal uit. Nee, ik was, kijk je laat je natuurlijk een beetje leiden door... Doe nou, eens even die dingen ja, op. Ja, lekker binnen. Hey Joop. Oh. Dit is het dan voor vanavond. Prima. Helemaal prima. Ik heb een dak boven mijn hoofd. Ik moet nog even wat opladen, klaarleggen voor morgen. Ik heb ook even vooruit gedacht. Waar ga ik heen? Ik hoop eigenlijk... ik word morgen afgezet. Bij een dichtstbijzijnde tankstation aan de snelweg. Super fijn. Echt super gastvrij zijn mijn oom en tante, dus dat is echt ideaal. Vanuit daar door naar, hoop ik door te gaan naar Dordrecht. Vervolgens naar Breda. En eigenlijk wil ik dan nog het liefst nog de grens over van België. Maar dat is altijd afhankelijk hè, van lift zelf, dus we gaan het wel meemaken. Ik ben in ieder geval kapot. Ik ga lekker zo slapen. En dan is het... mooi geweest. En ja. Ik ga hem ook lekker dicht doen. Kom aan. Tot morgen. Zo. Een hele goede morgen. Ik ben ergens in Rotterdam. Aan de snelweg gedropt door mijn oom en tante.
En ja, het is dag 2. En ik hoop lekker weer wat kilometers te maken. Het is een mooi punt namelijk om gelijk door te gaan naar Dordrecht. En vanuit daar naar Breda te gaan. En zo hopelijk langzaam aan de grens over te steken naar België. Dat is een beetje de bedoeling. En ik hoop gewoon dat ik word meegenomen. En we gaan hier weer lekker rondvragen. Het is, laat is het? Het is iets voor 9:30, 9:45. Het is 9:15 zelfs nog. Ja, ik kan zelfs hier gewoon nog echt. Ik denk dat het me wel goed gaat lukken om hier weg te komen. Ik heb ook al gezien dat ik altijd gewoon momentan nog een bericht kan sturen. Als ik hier echt niet weg kan, dan ga ik misschien een OV pakken. Maar daar moet ik gewoon niet van uitgaan. Ik ga hier weer lekker rondvragen. Ik ga hier lekker weer mijn ding doen. En zodoende verder. En we zien het dan wel weer. Oké, nou. Ik zie jullie wel wanneer we een lift hebben. Even kijken of het werkt met of zonder camera. Dus gaat wel lukken, denk ik. Heel bijzonder. Ik heb nu al gewoon een lift. 3 keer vragen en ik heb een lift. Ik weet niet of ik mag filmen. Ik stap gewoon hier in deze auto. En dan ga ik naar het zuiden van Nederland. En waar precies, weet ik niet. Maar ik stap achterin in. Dingen achterin zegt hij. En ja, prima. Ik ga gewoon mee. Hij is aan het bellen. Dus het zal wel druk zijn. Het zal nog niet een heel boeiend gesprek zijn. Ik zal nog wel even vragen of ik mag filmen. Maar 10 minuten, jongens. Nog niet eens 5 minuten en ik mag al mee. Eerste lift. Yes. Dus ik ga hier staan. Dus, helemaal goed. Lenno. Hey. Lenno, ja. Okay. Ik ben voor school aan het filmen. Ik weet niet of u op camera wil. Ik kan je vertrouwen, hè? Ja, je kunt me vertrouwen. Ja, het is puur voor eigen gebruik en school. Ja, super. En ik had uw naam niet ontvangen. Reinier. Reinier. Heb ik zin wel een beetje in een hurry? Ja, helemaal goed. Jij wel door. Ja, helemaal goed. Ja, dat is goed. Ik mag achterin instappen, zei u? Ja. Ik heb over 10 minuten gesprek. Oh, kijk. En waar gaat u heen? Naar Breda. U gaat naar Breda, kijk. Ja, dat was super fijn. Dat helpt enorm. Nou, dan zullen we zien dat mijn telefoontje al begint. Ja, geen probleem hoor. Neem het vooral op. Ja. En zo zijn we weer een stuk verder. Ik heb net met Reinier meegereden. Hele toffe gozer. Heel spontaan. Was wel druk mee met werken en zo, maar dat is prima. Verwacht ook niks anders. We staan iets voor Breda, staan we nu. Het is wel een gat hoor, dit. Dus hier moet ik sowieso een rif regelen. Maar dat is niet erg. Ik hoop eigenlijk, het zou fantastisch zijn als ik hier echt een hele grote lift kan scoren. Eentje die gelijk zegt, ik ga naar het buitenland. Dus rij maar mee. En dan vanaf daar zo verder. Dus wat ik ga doen, is even goed inventariseren nog heel even. Even kijken van wat voor mogelijke liften er allemaal zijn. En vanuit daar gaan we bepalen. Maar ik hoop hier een hitter te maken, jongen. Echt een hit. Van eentje waarvan ik denk van, oh, jij gaat naar België. Holy shit, we gaan gewoon mee. Want het is toch hartstikke vroeg. Dus, jongens, ik zet hem in hoor. Ik heb nog niet echt een tegenslag gehad. Misschien even beginnen gisteren in Zwolle. Dat duurde eventjes, maar ja, nu. Ja, voor nu loopt het lekker, maar ja. Wie weet wat er allemaal nog op ons pad komt. Dat is echt bizar. Nee, een hitter? Ik ga naar Venlo.
Vijf minuten. Gewoon nog niet eens vijf minuten. Venlo, ja, geen idee waar dat is. Is dat terug? Oh, dat is wel heel... Venlo. We gaan naar het oosten. Oh, dan kan ik zo naar Düsseldorf. Ja. Venlo. Dan stik je zo de Duitse grens over. We hebben een hitter. Jazeker. Dat gaan we gewoon doen. En ik ga hem gewoon in een vrachtwagen zetten, gek. Yes. Hij is even nu aan het tanken. Ik heb hem nog niet voorgesteld. Ook nog niet gevraagd of ik mag filmen. Maar hij zegt, ja, ga maar mee. Ik ga naar Venlo, dus ik ga maar mee. Ah, prima, joh. Dus dat gaan we doen. Dus ik wacht hier. Eerste beste man. Die ik gewoon vraag. Yup. En door. Ja, ik ben even een berichtje aan het sturen en ik ben even weer kaarten van waar gaan we dan heen. Wat is een beetje goed? Venlo, kunnen we naar Dortmund, kunnen we naar Münster. Münster is iemand. Daar is iemand die ik ken die in Münster zit. Holy shit, wacht even. Oh, dat zou wat zijn. Het is wel 2 uur rit. Kut. Nou ja, goed. Die wachten we nog even af. Wauw, mensen. Wauw. Venlo. Ja, ik ben helemaal hyped, jongen. Ik zit al 3 keer, 4 keer, 5 keer, 6 keer te schreeuwen dat ik naar Venlo ga. Ja, ja. Dus dat is heel leuk. Richting Venlo, wat doet hij allemaal? Wat, u bent de chauffeur, denk ik? Ja, ik heb zelf een pallethandel. Dus ik ga nu pallets halen. Ah, kijk. Want dat is een klant, maar ook een vriend van me. Dus. Ja. Dat is wel leuk werk. Ja. En die verkoop ik dan weer aan palletten of zo. Of aan andere klanten. Ja, precies. Ze heeft echt een eigen bedrijf in de pallethandel. Tof. Klein bedrijf hoor, eenmanszaak. Ja. Gaat er maar om bij aan de kostkant komen, hè? Ja, daarom. Ja. En dan doet hij dan over heel Nederland pallets ophalen? Nee. Dit is eigenlijk wel een verste klant, eigenlijk. Ja. Maar ja, dat kom ik omdat er vriend van is. Ja. Maar anders is het bijna niet logisch. Ja, omdat het we hebben en neem maar mee, ja, dan komen we nog hartstikke goed natuurlijk. Maar als je normaal ook nog ervoor zou moeten betalen, ja, dan blijkt er bijna niks over. Nee. Ja, meer komt dat morgen uit. Ja. Ik vind het ook wel altijd even leuk om te vragen van wat maakt dat je een lifter meeneemt. Dat vind ik altijd wel. Maakt het niet uit. Nee, je vond het netjes. Ja, ik sta heel makkelijk in het leven. Ja, nou, dat is echt super. Dat is echt super tof. Dat is ook een beetje erachter komen van wat maakt eigenlijk dat mensen wel of geen lifter meenemen. Want hoe vaak zie je tegenwoordig nog een lifter? Vroeger zag je dat veel meer. Ja, vroeger zag je het veel meer, hè? Ja. Daar stonden ze ook overal, maar tegenwoordig zie je het niet veel meer. Nee. Kijk, ik hoor meerdere mensen dat ook zeggen hoor, dat wel een beetje weg is, de liften. Maar ja, zou dat te maken hebben met het gemak van openbaar vervoer? Ja, ik weet niet. Ja, iedereen heeft nu een auto of... Ja, ik weet het niet. Nee. Ja, ik denk dat mensen tegenwoordig, dat denk ik wel, dat heel veel mensen steeds banger en voorzichtiger worden. Ja, dat. En dat wordt een beetje natuurlijk wel een soort van gecreëerd. Ja. Ja. Ideaal. En vroeger natuurlijk, ja, had je veel minder auto's, maar ook veel minder mensen. Er gebeuren nu best wel veel dingen. Ja. Als je dat alleen maar hoort, en je zit er niet verder in, je hoort dat alleen maar, ja, dan kan ik begrijpen dat sommige mensen daar voorzichtig mee worden. Ja,
ook wel begrijpen hoor. Kijk, ja, ik heb zelf ook mijn dochter is 27 jaar. Ja. Yeah. Ja, ik zit dat die zo staan te liften. Nou, is die wel mondig en handig genoeg, maar ja, snap je? Ja. Dan zou ik zou zijn mij zeggen, maar wacht maar, ik breng je wel of ik ga het op, terwijl dat zo'n volwassen vrouw is. Ja. Maar ja, is het dan ook dan een ding van geslacht? Dat hij ook zegt van, nou, je bent, ook al was je mijn zoon, had je ook wel gebracht, of was het dan anders geweest? Want voor vrouwen is liften misschien net wat gevaarlijker dan voor mannen misschien, ja, ik weet niet. Zo'n is van hetzelfde kaliber als ik, dus ja, een beetje grof gezegd, maakt mij niet zo druk op, dat komt me goed. Ja. Maar ja, en mijn dochter is eigenlijk ook wel zo, en mondig genoeg en... niet hij heus wel kan de mannetje bestaan, maar ik wil het probleem niet opzoeken. Nee. En misschien is dat alleen maar geen probleem, maar ja, waarom zou je het opzoeken? Ja. Oh. Ja, dat is ook zo. Ja, voor mij is het gewoon tot nu toe echt een hele leuke ervaring, want... ja, ik krijg alleen maar vriendelijke mensen te woord die mij wel willen meenemen en dat is alleen maar tof. Ja. Ik heb nog niet echt één keer gehad dat ik dacht van, nou, nu sta ik 2-3 uur lang aan de kant. Ja, dat is mooi. Ja. Nou, dat heb ik nog niet gehad, dus... dus... Ja, ik denk dat het ook wel hoe jij je voordoet, weet je wel? Ja, hoe ik ben als persoon, dat helpt mee. Ja, en ook, ja, tuurlijk. Als jij al... jij zal het maar niet hebben, maar als mensen al agressief en dwingend overkomen, ja, dan ben ik al de eerste genezen. Ja. Snap je? Maar dat is dan, ja, dat is dan puur wat ik denk van, ja, dat is een beetje wat ik weet. Ja. Dat is zelfs heel tof. Zo. Nou, we zetten het dicht tegen Venlo aan. Lekker hoor, ja, is prima. De eerste beste afrit ga ik alweer richting Nijmegen. Dan zie je net een klein stukje verder. Ja. Dan ga ik eigenlijk alweer voor jou de verkeerde kant op. Ja, precies. Nou, ja. Nou jongen, ik hoop dat je een lukt. Veilige reis hebt verder. Toon, echt hartstikke bedankt. Je bent echt een topper wat dat betreft. En ik wens jou heel veel succes. Ja, ik jou ook. En veel plezier ook. Ja, dat komt goed. Even kijken, waar zit de knop op de boot? Hier zit zo'n dingetje, moet je aantrekken. Kijk, deze? Nee. Hier zo. Oh, hier. Deze. Ja, is goed. Nou, pas op. Ja. Denk nou wat je doet. Zal ik zeker doen. En dat komt helemaal goed, Toon. Ja, dat komt goed. Hé, dankjewel. Hé, jongen. Fijne reis verder. Yes. Dankjewel. Hoppakee. Ja, dit vind ik echt prachtige beelden, jongen. Prachtig om te zien dat je er zo'n toffe gozer tegenkomt. Gewoon ergens in Breda die zegt, kom lekker mee. En lekker wat gesprekjes gevoerd over van alles en nog wat. En dat kan ook gewoon. En ja, nu zijn we dicht tegen Venlo aan. Maar ook tegen de grens van Duitsland. En daar wil ik eigenlijk heen. Net zei ik nog een uur geleden. We gaan naar Tilburg en naar Antwerpen. Ja, het kan zomaar anders gaan. En dat vind ik ook vind ik een beetje lastig om mee om te gaan. Maar aan de andere kant kan ik het heel snel weer relativeren. En weer door. Nou, prima. En nu wordt het een uitdaging. En waarom wordt het een uitdaging? Dat er heel veel Duitsers hier zijn. En dan heb je te maken met een taalbarrière. En ik ben heel erg benieuwd of iemand Engels kan praten. Want ik kan geen Duits. Dus nu gaat het echt beginnen. Nou, dat zei ik gisteren ook. We zijn nu echt begonnen. Maar wat ik ook even ga doen. Ik ga even proberen mijn medestudenten te bellen. Via Teams. Omdat ik het leuk vind om te laten zien waar ik ben nu. En dat hadden we ook afgesproken. Dus nu gaan we het meemaken.
Hey. Waar denk je dat ik ben? Nee, ik ben een Venlo. Ja, ik ben een Venlo. Ja. Vanuit Venlo door naar, naar Duisburg als het goed is. Maar dan moet ik eerst even een lift zien te scoren. Bij mijn oom en tante in Rotterdam. Dus. Wat zeg je, Andy? Ik heb twee liften gescoord. Ik ben van Rotterdam ben ik naar Breda gegaan. Daar heb ik een lift gescoord. En in Breda heb ik een lift gescoord naar Venlo toe. Dus ik zit daar heel tegenaan. En daarna. Dat allemaal binnen 5 minuten, dat even rondvragen en dan ben ik gewoon meegenomen. En nu is het gewoon, ja, binnen 5 minuten en bijna, nu ga ik even lekker koffie drinken, wat eten en dan ga ik weer door en dan hoop ik in Duitsland te komen. Nou, ik sta hier al meer dan een uur. Steeds dezelfde plek waar ik door Toon ben afgezet. Ja, dat is helemaal kut. Niemand wil hier meenemen. Maar dit wel, ik heb 2 Nederlanders gesproken hier, die zeggen, ik zou als jou was, je wil hier blijven, ik moet naar Venlo toe. Ik wil zeggen, ja, Venlo, ja, kijk, ik kan wel naar Venlo toe, maar, ja, dit is een weg die al direct naar Duitsland gaat, dus dat is ideaal. En die moet je dan even, zeg maar, net treffen. Maar dan hoop ik wel dat ik dat wel krijg. Ik vind het wel vervelend dat ik hier nu al meer dan een uur sta. Maar ja, dat is dan ook weer die ervaring die ik dan weer mag opdoen. Voel maar even dat je hier langer dan een uur staat. Nou, prima. Ik zie wat mensen uitstappen. Ik ga gewoon lekker door blijven vragen. We zien wel hoe lang we hier staan. En anders, stel dat het te gek wordt, dan snel even een cab bestellen richting Venlo. Maar ja, we gaan het wel zien. Dus jullie gaan het wel zien. Nee, voor mij geen probleem. Ja, echt super. Ik heb gewoon een lift naar Lonen. Lonen? Even kijken, want het is deze, dit hè? Ja, ja. Lonen. Ja, we gaan naar Lonen. We zijn in Duitsland. Nou, prima. Gaan we doen. Top. En wat doe jij voor werk? Dat is werk, hè, dit? Ja, het is voor werk. Ja. Het is een rit van 3 uur. Nou, prima. Ik vind het helemaal prima. Soms ik rij 24 uur. Ja, echt waar? Rij jij 24 uur gewoon? Zonder stop. Dat meen je niet. Maar dat is toch niet goed voor je? Nee. Ja, je moet toch slapen? Elke maand. Je vergeet het. Alle stress is weg. Ja. Toeslagen en zo. Ja, veel geld. Ja, lekker. Ik doe even mijn jas uit. Nee, Nederland is niet... Nee, dat maakt niet uit. Ik versta je heel goed, dus prima. Maar ik weet wel wat ik ga doen als we 3 uur verder zijn. Dan ga ik een slaapplek zoeken. Want Lonen, ik heb geen idee waar Lonen ligt. Ik ga even... waar gaan we dan ongeveer heen? Oh, wauw. Zo, dat is ver. En dan... Het is dicht bij Bremen. Ja. Wow. Nee. Nou, ik ga even. Moet even goed kijken dan. Ja. Lonen. Ik heb hier een jaar in. Ja. Sigaret is geen probleem? Nee, voor mij is het geen probleem. Ik rook zelf niet, maar. Als jij wil roken, vind ik prima. We gaan dus nu naar Münster. In plaats van dat we naar Leunen gaan.
Leunen is nog even een klein dorpje. Dus we dachten van, nou, wat is dan handig? Dus beter om even bij een station in Moenster af te zetten. Dan vanuit daar gewoon naar Moenster toe gaan. Dus dan gaan we ook daar gewoon lekker overnachten. En dan zien we morgen wel weer verder hoe we het gaan doen. Dus, sounds like a plan. Naar Moenster dus. Ja, ik... Arby zei of ik hem ging video. Ja, voor de mensen. Ja, vind je goed. hij is legende, legend. Jij. Legend, legende. Dankjewel. Net als Cristiano Ronaldo. Ah, iedereen heeft velgen. Dus die heeft geld, de andere heeft geld. Ja, top. Ik wil jou heel erg bedanken. Geen probleem. Ik ben bedankbaar. Ik moet ook even mijn tas pakken, dat achterin zit. Ja, ik moet ook sigaret kopen. Ah, kijk. Dat komt goed uit. Dan gaan wij even verder kijken wat we kunnen doen. Ja, zo gaan we weer verder, hè. Arby, legende. Ik heb gewoon bijna 200 kilometer lopen reizen van Venlo naar waar de fuck ik ook mag zijn. Maar ik ben in ieder geval 7 kilometer van Moenster af. Dat is erg lekker. En dan loop ik gewoon deze kant op. Betriebs- en verzorgingsdienst vrij. Zal wel gewoon kloppen. Ik ben ook een beetje moe aan het worden. Moet kijken. Oh, wacht even. Eerst dit. Mooi veldje hier. Ik ben ook wel gewoon echt lekker moe aan het. Oh, ik ben wel echt lekker moe aan het worden. Dus ik dacht van, ik wil gewoon lekker gaan lopen. Ik ben het vragen om een lift ook een beetje zat. Om heel eerlijk te zijn voor vandaag. Want ik wil een beetje energie krijgen, ik wil een beetje warm krijgen. Dus dan gaan we gewoon even een stukje lopen. Ik heb te lang stilgestaan, te lang gezeten. Dus ik vind het ook wel goed. En We gaan het zien. Ik loop deze route even af. En dan pak ik mijn kaart gewoon bij. En dan gaan we gewoon lekker in Moenster gaan we dan chillen. Moet ik wel een uur voor lopen. Dat interesseert me echt niet. Ook eens keer even iets anders, hè, van het liften. Dus gewoon backpack om. Gewoon lopen met die handel. Dus dat is wel lekker. Ik spreek jullie wanneer we in Moenster zijn in een hostel. En dan komt het wel goed. Kijk. Mooi man. Nou, dat is het. Een hostel. Ik heb een 4-persoons kamer die ik moet delen. Dus dat is fucking ideaal. Ik ben echt tevreden met wat ik zie. €35 voor een kamer die ik moet delen. Ja, het interesseert me echt niet. Ik ben toch de volgende dag weer weg. Maar echt een prima douche. Kan je gewoon douchen. Ik kan hier gewoon mijn ding doen. Plassen hier. Als het nodig is. Prima uitzicht. Lekker in het centrum van Moenster. Dus dat is hartstikke nice. En ik slaap hierboven. En dat is volgens mij echt prima. Als je ook weet dat je iemand hieronder zit, maar er staat nog geen tas of iets dergelijks. Dus ik heb het gevoel dat wel gewoon goed zit. Ik zie dat mensen daar gewoon college hebben, oké. Okay. Nice. Nou, ik klap hem even eruit. Misschien dat ik hem nog vanavond even aanzet, maar rek er maar niet op. Dus even een hapje eten, even alles opladen, even dingen checken. Even iedereen op de hoogte brengen dat ik hier verblijf. En dan gaan we nog af door Moers heen lopen. Nou, ik kan misschien nog wat opnames maken, maar ik moet wat beeldmateriaal overzetten op mijn mobiel. Dus ik moet even kijken. Oké, okay. We zijn in Moenster. Het is gezellig hier. Het is hartstikke gezellig hier. Even kijken wat we hier kunnen doen.
moet nog eten. Vat zoeken. Wel te trek namelijk. Als het dat ook in het Duits, ik heb geen idee wat wat is. Maar goed, we komen er wel achter. Dan kijken we gezellig. Heel gezellig, mensen. Heel gezellig. Ik ga een braadworstje nemen. Maakt me heel erg lekker. Blijkbaar is een kerstmarkt in Münster. Ja, dat verwacht je niet, maar ik heb het even genaar gevraagd. Voor de zekerheid. Het is echt prachtig hier. Het is ook lekker eten hier. Ik ga nu een soort van focaccia ga ik nu proberen. Dus ik ben wel heel benieuwd. Goedemorgen. Daar zijn we dan. Dag 3. Op de helft. Het is 9:30. Beetje uitgeslapen. Komt pas om. En we gaan lekker even eerst een ontbijtje scoren. En daarna gaan we weg. Gaan we verder. Dus naar Bruck of Hannover. In die richting iets meer naar het oosten. Kijk wel hoe ver we komen. En ik hou jullie dood. Zo. Even net lekker ontbeten. En nu gaan we gassen. Ik wil heel graag naar Hannover. Want dat geeft mij nog een bepaalde kans om nog in Berlijn te komen. Ik loop even naar een tankstation. Dat moet ik het toch nog eens wel proberen. Om te gaan liften. Het vervelende van Münster is dus dat het niet dicht tegen een snelweg aan zit. Dus dan moet je eerst bij de in het centrum zelf bij een tankstation proberen. Nou, mocht dat niet lukken of wat dan ook, dan ga ik gewoon lekker de trein pakken naar Hannover. Want dat Hannover zit namelijk wel tegen een snelweg aan. Dus dan zou ik wel zo zeg maar direct naar Berlijn kunnen. Berlijn is een heel mooi eindstation, jongens. Dus stel ik zou dat nog halen, dan als ik dat nog zou halen dan vandaag, dan is het gewoon klaar voor mij. Ik hoef me ook niet meer te bewijzen of wat dan ook, want ik moet er ook nog een beetje van kunnen genieten. Maar goed, minimaal doel is Hannover. Dus even checken. Als ik goed liep naar tankstation, het regent ook echt kut. Dus het doel is sowieso minimaal Hannover, dat gaat wel lukken. Want ik ga hier gewoon even een uurtje staan. Proberen. Of iemand mij naar de snelweg wil brengen. En anders pakken we een mooie trein, ook goed. Dus we gaan het zien wanneer we weer een lift hebben, mensen. Ja. Ik acht mijn kansen vrij klein dat ik mee kan vanaf hier. Kijk dan. Mini tankstation. Ergens in het fucking centrum. Oh. Het regent. Ik denk niet dat het gaat worden. Maar goed, we gaan het proberen. En anders weet ik genoeg. En dan ga ik gewoon lekker de trein pakken. Want dat ga ik niet doen. Leg mijn tas mooi neer. Oh, ik los mijn schouder, jongen. Tering. Dus, afwachten. Nou, jongens, ik heb daar al drie kwartier gestaan.
joh, het werkt voor geen meter, man. Niemand neemt je mee, niemand spreekt Engels echt heel goed. Dus ze begrijpen me wel van wat ik zeg, maar ook veel negering. Het is helemaal kut, want dan sta je gewoon vast en dan weet je gewoon niet wat je nu moet doen. Dus ik ga voor plan B. En plan B is trein pakken naar Hannover, want het is gewoon helemaal kut. En dat is niet erg om een keer een treintje te pakken hoor, want vanuit Hannover kunnen we wel iets meer de snelweg denk ik bezoeken, maar ja, dit werkt niet. Ik kan daar nog steeds een uur staan hoor, maar niemand die je meeneemt. Misschien ben ik ook wel te laat. En te laat in de zin van, het is nu 11:15. En laat in de zin van, ik had daar ook wel om 9:00 kunnen staan. Weet je, wanneer iedereen naar zijn werk moet. Misschien had het al gekund, maar iedereen blijft een beetje in Münster, heb ik het idee. Ja, prima. Dit werkt niet. En als het niet werkt, moet je gewoon in alternatieven gaan denken. En dan moet je het jezelf ook niet te moeilijk gaan maken. Want het is gewoon de eerste keer dat ik dit doe. En volgens mij is zo'n kaartje naar Hannover, 20 euro of zo. En dan ben je toch weer een goede 150 kilometer verder, denk ik. Dat zeg ik allemaal wel zo. Maar in ieder geval ben je weer een stuk dichter naar Berlijn. En hopelijk kunnen we daar wel een lift fixen. Dat zou wel leuk zijn. Het zou leuk zijn als je gewoon kan zeggen, ik ben voor een heel groot deel met de auto naar Berlijn gegaan. Dat is door gewoon met mensen mee te gaan. Dat zou heel knap zijn, maar goed. We gaan naar Hannover, mensen, met een trein. Vanuit daar gaan we even een plannetje bedenken. Van oké, en dan? En hoe verder? En wat dan ook. En dan, ja, en dan zien we het dan wel weer verder. Dus we gaan wel weer zien wanneer we in één keer in de trein zit. Dat is een mooi parkje. Ik heb trouwens, wat wel jammer is. Kijk, ik vergeet dat wel een beetje. Er is een beetje altijd een balans in zoeken, maar ik heb toch een beetje het gevoel van, ja, ik heb veel te weinig van Münster gezien. Weet je, je bent toch bezig om te liften en proberen zoveel mogelijk kilometers te maken. Maar ja, dan vergeet je toch een beetje te genieten. Ik hoop toch dat, stel ik zou het halen om weer blij te komen, dan stop ik gewoon echt met mijn reis. En dan kies ik er gewoon lekker voor om lekker te chillen daar. En ook een beetje te genieten, want dat mag ook. En ik geniet wel. Maar zoals park hier heb ik nog niet gezien. Maar het ziet er gewoon heel mooi uit. Dus kijk, een heel mooi parkje. En we lopen lekker richting de trein toe. Een kwartiertje lopen, ja, vind ik helemaal prima. Wel een leuk kerstmarkt gehad gisteren. Dat is wel leuk. Glühwein geprobeerd. De mensen die niet weten wat glühwein is, dat is gewoon hete wijn. Zoete, hele zoete wijn. Wat heel warm is. En dan, ja, vond ik het lekker. Wow. Ik wist niet wat ik proefde. En dat was meer in de zin van een smaakexplosie in mijn mond van wow, te zoet. Maar goed, je moet er maar van houden. En wat curryworst geprobeerd. Nou, ik vond het best wel leuk gisteren. Dus dan heb je toch nog wel iets van Münster meegemaakt. Maar ik denk dat het wel, ik heb het gevoel dat het meerdere plekken is hoor. Dus niet alleen in Münster. Ik denk dat kerst over het algemeen wel in Duitsland groot wordt gevierd. Nou ja, goed. Dat is een beetje de update. Als we in de trein zitten naar Hannover, laat ik wel weten. Kijk, dat is ook leuk. We hebben van die dingen. En ik heb een paar keer overwogen om zo'n ding te pakken. Zo'n steppie. Dat is van Bolt. Leuk feitje, Leno. Ik heb dat wel eens overwogen om zo'n ding te pakken. Ik moest 5,5 kilometer lopen naar Münster namelijk. En toen dacht ik van, na 2 kilometer, nee, ik ben er klaar mee. Ik pak de bus.
En, maar zo'n steppie, die wilde ik dus pakken. Maar er stond dat ik een helm moest dragen. Nou ja, ik heb er al inmiddels een tiental mensen erop zien rijden, maar niemand draagt een helm. Dus jammer. Ik had graag zo'n ding nog even willen staan op mijn boeien. Boeien. Dan niet. Dus je gaat het meemaken, mensen. Leuk. We zijn alweer op de helft. Het gaat echt bizar snel. Echt bizar snel. En ik heb het echt oprecht wel naar mijn zin. Ik kom ook gewoon... Dit is nou echt precies wat ik bedoel. Ik ervaar gewoon fucking veel vrijheid. Gewoon, ik hoef niks. Ik heb tijd zat. Nou, sta je daar 3 kwartier, denk je van, ja, dat is helemaal ruk. Nou, ga je even een ander plannetje bedenken wat je kan doen. Nou, dat vind ik wel leuk. Dat is uitdagend, leuk. Moet wel leuk blijven. Zoals net, loop je door die klote regen heen. Word je helemaal zeiknat. En je staat daar 3 kwartier. Niemand neemt je mee. Negeert je een beetje. Wil je... We kunnen geen Engels, vanuit het Duits wel proberen te helpen, maar ja, dan sta jij het niet. Ja, dat is gewoon kut. Dus dan moet je gewoon lekker jezelf makkelijker maken, dan pak je gewoon de trein. Er zijn geen roadtrippen, mensen. Dus dat. Ik zit in de trein, richting Hannover. Kom eerst in Rijn aan. Vanuit Rijn. Over naar Hannover, dan kom ik daar ongeveer 3 uur aan. En dan is het nog even kijken wat we dan gaan doen. Ik hoop dat we dan nog naar Berlijn kunnen, dat zou mooi zijn. Maar eens even kijken. Ik moet even de tijd goed in de gaten houden, want ik moet ook een keer overstappen. Dus, nou, 3 uurtjes is niet veel, €37,50. Dat is een beetje hetzelfde prijs als Nederland natuurlijk, denk ik. Maar goed. Ik hou jullie op de hoogte. Oké. We zijn in Hannover. En het is 3 uur. Ik ga even wat eten. Nu zo. En het is hier wel mooi. Ik wil eigenlijk nog naar Berlijn. Als het kan. Eten, dan gaan we een dichtstbijzijn snelweg even opzoeken. Of loop daarheen. En dan zou het toch mooi zijn als we toch een liftend in Berlijn aankomen. In plaats van dat we toch de gemakkelijke weg kiezen en we gaan met de trein. Dus eerst even een broodje eten. We gaan het even goed uitproberen. Mocht het niet lukken, gaan we hier overnachten ergens in Hannover. En dan ga ik het morgen weer proberen. Goed, dat is hoe ik nu in sta. Kijk uit. Dat is wat anders. Ik liep net door Hannover heen. En ik dacht wel echt eerst van, wat de fuck is dit voor plek dan? Zo grauw en heel veel zwervers. Niemand meer in het centrum. Dat is toch wel wat leuker dan ik had gedacht. Ja. Ik moet zo'n 5 kilometer lopen naar een tankstation dat een beetje aan de snelweg zit. Dat vind ik helemaal prima. Ik weet ook niet hoe ik het anders sneller kan doen. Ik heb geen zin om kaartje te betalen voor een bus. Moet ik dat eerst even uitzoeken? Dat wil ik ook wel doen. Kan ik heus wel doen. Maar jongen, dan gaan we er op tijd in. Er zijn ook allemaal taxis van elkaar eventueel waar ik bij kon instappen. Maar ik zie dat niet zitten. Dan maar even lopen. Ik ga het toch echt proberen. Ik heb eerst gezegd, ik ga geen nachtrit maken. Maar ik wil heel graag in Berlijn eindigen. Zo fantastisch zijn. En stel, ik kan nog een rit om 7 uur fixen. Het is nog 3,5 uur naar Berlijn. Dan doe ik dat gewoon. Fuck it.
En dan gewoon hostel weer regelen. Maar ja, mocht het te laat worden, dan doen we even iets anders. Dan blijven we hier in Hannover. En ik zat bij de snelweg, zat zelf gewoon een hotel. Dan loop ik daar gewoon heen, vraag gewoon even hoe of wat. Ja. Beste plan, mensen. Moet te doen zijn. Dat gaan we ook gewoon doen. Het zou wel vet zijn als Berlijn vandaag het eindstation is. Daar kap ik ermee. Met liften. Dan ga ik niet meer verder. Ik blijf lekker een dag spenderen daar. Dan ga ik de volgende dag, ochtend, weer lekker naar huis. Dat is wel leuk. Heel top. Ik ben wel echt volop aan het genieten. Het is wel... ik vind het hartstikke leuk hier. Super leuk. Ik heb niet het gevoel dat het per se in Nederland heerst dit. Wel wat marktjes en zo, maar gewoon... De mensen zijn hier echt vrolijk. Ik zie hier vrolijk gezamenlijk lekker een kop glühwein drinken. Leuk man. Leuk. Hou jullie updated. Het is nuts. Pistache nuts. Ik ga terug van... ik ga terug waar ik vandaan kom. Ja, I'm speaking to the camera. is hem niet geworden, jongens. Van Hannover naar Berlijn. Het wordt ook avond. Mensen willen je ook niet meer meenemen. Het is ook allemaal geen probleem. Geen dus, probleem, ja. Keine problemen. dus ik ben door iemand anders, een andere lifter, die uit Stuttgart komt. Die heeft mij geholpen. En zij rijdt nu met haar neef mee terug naar Hannover. Dus ik ga ook naar Hannover. Terug, ja, was ik al, maar naar het centrum. En dan ga ik lekker een hostel pakken. En morgen zie ik wel weer verder of wat. Of ik dan met de trein ga of met de auto. Dat boeit me eigenlijk allemaal niet meer. Ik zie gewoon... Ik merk gewoon een barrière tussen mezelf en gewoon mensen waarvan we niet dezelfde taal spreken. Ik zie gewoon de frictie ervan. Dus dat is gewoon een beetje vervelend. Maar ik kijk wel wat ik ga doen morgen. Ik heb even een hotelletje gepakt. Ik was er klaar mee. Echt. Gadverdamme. Wat is Hannover kut, zeg. Qua lopen. En het is niet te doen. Oh, het is echt één groot rechtstuk. Alsof je in New York bent. En alleen maar gaan met stoplichten. En gebouwen tussendoor. Het is gewoon niet gelukt om een lift te krijgen. Het wringt ook in mij. Dat het gewoon avond wordt. Dat het gewoon niet meer veilig is of lekker voelt om nog verder te gaan liften. Dat voelt niet goed. Dat voel ik gewoon. Ik merk ook aan mensen dat als je ze tegen wil praten, dat ja. Dat je negeren omdat je de taal gewoon niet spreekt, dat is gewoon kut. Dat is echt je nadeel gewoon. Maar goed, er was één dame uit Libanon, die was ook aan het liften. Die was heel aardig en die nam me mee met de neef terug. Want ik heb 5 kilometer gelopen en ik moest weer terug. Dat was echt helemaal ruk. En ja, nu heb ik gewoon lekker een hotel gepakt. €70. Nou ja. Prima. Goh. Ja, ik zit even na te denken van ja, hoe moet ik nou morgen verder dan? Ik heb wel een app. Dat heet de bla 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 app. En daarin kunnen mensen met elkaar chatten. Over, ik ga naar Berlijn en... Hoe dan ook, mag ik met je mee. Dan ga ik even me erin verdiepen en even kijken wat er mogelijk is. Ik ben echt op, jongen. Ik ben echt op. Ik ben echt van boven naar beneden gegaan. Met van Hannover over. Ja.
Is liften leuk? Liften is wel leuk op het moment dat je een lift krijgt, maar echt de moeite doen. En als je weinig op budget bent, je hebt weinig budget en ja, ik snap wel waarom mensen niet, waarom je niet zoveel meer mensen ziet liften. Dat zie je gewoon heel goed. Tegenwoordig kun je gewoon een trein pakken. Ze zeggen ook Libanese vrouw. Er was een neef die zei van, waarom ga je met de auto, waarom ga je liften, pak de trein. Dat is net zo makkelijk. Er kwam een Nederlander tegen in de tram. Ik heb even toch een tramkaartje gehaald, anders hoe moest ik weer 5 kilometer terug, loop ik echt geen zin in. Die zei, waarom pak je niet gewoon de trein naar Berlijn, dat is €40 of zo. Ik weet er vanaf, ja. Dat is het dus. De vraag is een beetje van, is het nog waard om naar Berlijn te gaan? Dat schiet ook een beetje door mijn gedachten heen. Is het nog waard om door te gaan? Omdat, wat voor reden dan ook. Moet ik even over nadenken. Dus het is niet zo dat ik het niet leuk vind. Ik vind het echt geweldig. Ik vind het oprecht wel geweldig. Alleen gewoon de moeite wat je ervoor moet doen. Echt zuchtend. Het is echt zuchtend waard. En dat is gewoon, maakt je heel erg moe. Dat. Ik ga lekker moe klaarmaken. Lekker chillen op bed. Lekker niks doen. Misschien dat ik nog even handen over en nog een beetje ga bekijken, een beetje wat zien. Eerst even relaxen. Waarschijnlijk hebben wij een lift te pakken. Naar Berlijn morgen om 10:30. Ik heb €17 betaald aan deze jonge dame. Met de Audi is het niet bang namelijk om 100 keer 120 of 170 te gaan. Prima. 10:30. En dan kom ik daar 1:30 aan. Toch nog een rit. Een goedkope rit ook, want trein is €40, dus dit zou helpen. En dan mag ik die dame die ik heb ontmoet, die lifter die ik ontmoet heb, die mag ik dan bedanken met deze app. Dat is wel heel fijn, de bla 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 app. Bla 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 car app, ja. Dus we gaan het meemaken. Ik kijk er naar uit. Jij bent een beetje stil. Ik kom ook echt moe ben. Gaan we ons even opmaken. Ik moet ook nog avond eten. Misschien ook wat later op de avond dat gaan doen. Even relaxen, even niks doen. Ik ben vandaag nu in een restaurantje in Hannover. En we gaan even wat eten. En dan lekker wijzer biertje. Geen idee wat het is, maar ik ga het even proeven. Zo, die is lekker zoet. Smaakt nou als een liefmans. Prima. Morgen heb ik dus een lift weten te regelen naar Berlijn. Dat is echt fantastisch. Dan vertrekken we 10:30, komen rond de middag aan. Dan ga ik de hele dag daar lekker spenderen. En dan zit het erop wat betreft het lift. En dan gaan we nog terug en dan moeten we nog even kijken hoe we dat gaan doen. Even kijken wat het verschil is tussen de trein en de kosten van de trein en de kosten van het vliegtuig. Dus we gaan wat dat betreft gaan we het nemen. Een hele goede morgen. Laatste dagje. Het gaat er alweer in. Het gaat echt bizar snel. Hoe snel dit avontuur is gegaan. We zijn nog in het hotel. We gaan even uitchecken. Ik heb wel een beetje haast.
moet namelijk nog even ontbijten, even wat koffie door mijn mickey gooien. En dan moeten we nog 2 kilometer lopen naar het bestemmingspunt. Dus ja, ik ga even wat gooien. Even nog wat in mijn mickey gooien en dan gaan we naar de persoon waar we mee hebben afgesproken. Oh, ik gooi even die tas om. Zo, oké. Heb ik alles? Ik denk dat ik alles heb. Ja. Hoppa. Oh, dat was een fijn hotelletje. Prima. Prima om de nacht te doorbrengen. Maar we moeten ook weer door. Dat gaan we ook doen. Ja, mensen. Zijn we onderweg? Naar het afgesproken plaats van wat we ons op de app zei. Lekker ontbeten, hé. Lekker 3 broodjes met ei en bacon. Lekker. Een cappuccino erin, hotste flats. Weer energie voor vandaag en dan gaan we gas geven. Echt gassen. Dan gaan we naar Berlijn, mensen. Oh, wie had dat gedacht? Dat dat nog zo een punt zou zijn waar ik nog zou halen. Dat is echt bizar. Dat moet ik me even realiseren. Dat ik dat gewoon, dat ik dat best wel bizar mag vinden. 4 dagen. En echt lijpe kilometers. Oh, moet je naar links. We hebben de punt aangehouden die is op de app had gezegd. Dus dat is even 2,5 kilometer lopen. Half uurtje. Dat betekent dat ik 5 minuten voor het afgesproken tijd daar aankom. Nou, prima. Prima. Ik hoop dat ze staat dan, jongen. En als ik erin zit, dan denk ik van, wauw. Ik ga gewoon nog even naar Berlijn. Dus 300 kilometer, hè. Ah, iets minder. 290. Dus 290, 4 of 3,5 uur reizen vanaf Hannover. Echt lijp. En vanuit Berlijn. Ik denk dat ik eigenlijk nog een middagje daar begin middag daar aankom. Ja, dan ga ik het daar gewoon spenderen. Gewoon daar een dagje. Eerst even een hotel boeken, dat ik me daar geen stress meer over heb. Of een hostel. En dan is het gewoon chill tijd. Gewoon lekker tasje af. Hoef ik toch geen, hoef niks meer voor te doen. Leg gewoon in het hotel neer en dan. Oh, het schekhuis in Hannover. Hannover staat in de fik. Dan is het gewoon tasje af en is het gewoon lekker genieten nog. Want het heeft geen zin meer om nog verder te gaan. En heel stiekem heb ik er ook geen zin meer in. En het is niet omdat ik het niet leuk vind. Het is omdat het gewoon zoveel, toch heel veel moeite kost. Daar ben ik toch wel echt achter gekomen. Ik denk als je gewoon geen geld hebt. Als je geen geld hebt en je moet echt liften en je spreekt de taal gewoon niet, dat je het voor jezelf gewoon heel erg moeilijk maakt. En dan heb je nog zo'n app, kunnen apps helpen. Maar het verschil met wat ik heb gemerkt in Nederland, waar ik gewoon heel makkelijk het contact kan leggen met mensen, en niet hier in Duitsland, maakt gewoon het verschil. En ik denk dat mensen al heel snel afhaken als jij gewoon geen Duits kan. En hier in Duitsland dan, hè? En ja, je kan Engels, maar ik dacht dat Duitsers over het algemeen gewoon goed Engels kunnen, maar het valt me nog een beetje tegen. Sommigen kunnen het echt wel, zoals ik zelf veel maar kwam gewoon bij een lokale tankstation en dan is het gewoon minder. Er is er nog wel een lokale geweest die me nog bij een andere tankstation heeft afgezet. Dat was wel nice, hij wilde me wel echt helpen. Dus. Maar er zijn er ook heel veel niet. Die zeggen nee. Cor, ik weet niet wat je zegt, dus laat maar dan. Weet je wel. Ja, dat werkt niet. Dat werkt echt niet. Dus,
Weet je, en dan als ik het dan via deze manier moet doen, of een trein pakken, toch even verder te komen, toch even een Lyft-app gebruiken waarin je misschien een klein bedrag voor betaalt. Ja, dat werkt dan voor mij. En het geeft me ook een iets meer rustgevoel. Ik merk gewoon, zeg maar, door de trip heen, als ik niks had geregeld, jongen, een demotivatie. Demotivatie en al, helemaal geen zin meer in. Ja, ik merk toch ook wel dat een ongeduldig persoon in mij zit. Ik heb geen zin om een uur te wachten. Nee. Dus ik heb echt wel in die 4 dagen hè, gewoon hele mooie inzichten opgedaan. Ik dacht eigenlijk over het algemeen dat ik best wel geduldig was. Maar ja, als we het hebben over liften. Je kan misschien wel 3 uur staan, dat kan ik gewoon niet accepteren. Dat gaat er bij mij niet doorheen, sorry. Dus dan kies ik ook, dan zie je ook wel dat ik vaak voor de, even kijken hoor, voor de makkelijke weg ga. En ja, de makkelijke weg is of met de trein of met het openbaar vervoer. Dus, conclusie is toch wel, heb ik geen geld en ik moet gaan liften dan, en ik kom ook nog eens in het buitenland. Dat zou wat minder voor mij weggelegd zijn. Maar heb ik geld, wat geld, en ik mag gebruik maken van openbaar vervoer en alle andere voorzieningen zoals een app, een telefoon en mensen daarvoor betaal, dan vind ik het echt wel gewoon prima. Als ik die beperkingen niet heb, ik mag daar gewoon gebruik van maken, dan vind ik het echt tof. Maar ja, de hardcore versie van liften, dat nee, zou me alleen maar frustreren. Dat heb ik denk dat je het ook gewoon leuk voor jezelf moet houden. En als je, als je maar langs de weg staat en niemand wil je helpen, je wordt genegeerd, dat heb ik gewoon gevoeld namelijk. En dan is het niet. Dat wil ik even kwijt. Het zat me heel diep. Maar goed. Ja, ik spreek jullie weer wanneer we in de auto zitten. Want dan gaan we natuurlijk even de chauffeur ontmoeten. Ik zit nu in de auto bij 2 mensen die me naar Berlijn brengen. En het heeft gewoon gewerkt. De BlaBlaBla app. Dus dat is geweldig. En we hebben afgesproken dat ik hun niet film. En dat is dan goed. Dus... It is for private usage, so. ja, ik ga een beetje wat naar buiten filmen en dat is alles. Ik denk dat ik van die kleine fragmentaties maak en dan zie ik jullie vanzelf in Berlijn. Oké, zijn we dan in Berlijn. Het is hier echt fucking koud, ouwe. Holy shit. Ik ben hier afgezet. Bij een bus, komt de bus ook toevallig aan. Zo, we gaan even kijken. Nou, zitten we dan in de bus. Ik heb even geen tijd om uit te leggen of hoe of wat. Maar, we zijn dus in Berlijn. En het is nog even nog een stukje rijden. Ze had me afgezet bij de bus en ze had gezegd, je moet die bus nemen. Dan kom je aan bij de Hauptbahnhof. Dat is dus de trein. En vanaf de trein heb ik een kleine hostel geboekt. En die ga ik nemen. En ik stap allemaal mensen in. Dus daar ga ik heen naar de Hauptbahnhof en dan naar het hotel. Dan top mijn spullen en dan gaan we Berlijn even een beetje bezoeken, want het zit er gewoon op qua reizen. Lekker hoor. Dus nu gaat het mee, maar. Ik ga wat. I'm not gonna talk sometimes with words. Dat krijg je dus als je in Berlijn bent.
Dat krijg je als je in Berlijn bent. Dan ben je gewoon met krijg je gewoon wat mensen te ontmoeten en dan is dat een hostel. En het grappige is, we hebben allemaal verschillende mensen die dus uit Amerika komen, de US, Great Britain, Engeland, France en Noord-Macedonië. Dus dat is hartstikke leuk en dan zit je gewoon met elkaar die verhalen uit te delen. We gaan hier nog even wat van genieten en wat biertjes drinken en zo. En daarna gaan we nog even misschien even Berlijn in. Goedemorgen. Ik heb al een tijdje niet meer gefilmd. Ik moet lachen omdat ik had wat gegeten. We hadden de Berlijnse muur gezien. Had ik wat gegeten. En daarna ben ik gewoon echt gaan zuipen. Ik heb gewoon lekker mijn ding gedaan. Gewoon camera weg. Hoef niet zo bezig te zijn met school. Even gewoon genieten. Dat mag ook gewoon. En maar vooral met heel veel onbekende mensen. Gewoon een beetje op stap geweest. Een club dus bezocht. Daar wat gedronken. En nu ben ik weer helemaal up-to-date. Kater heb ik niet. Viel wel mee. Ik heb het niet al te gek gemaakt. Omdat ik gewoon wist dat ik gewoon morgen gewoon fit moest zijn. En ik moest uitchecken. Dus dat. Ik heb even tickets geboekt. Dat ging ook echt fucking dom van mij. Dat ging ook niet zoals plan. Gisteren had ik gewoon die tickets kunnen boeken. In de auto. Ik heb daar gewoon 3,5 uur voor gehad. Gewoon niet meer bij stilgestaan om het nog te boeken. Dus ik dacht, dat doe ik morgen wel. Dus vandaag. Kijk naar die tickets. De tickets zijn gewoon €40 duurder geworden. Ja, logisch hè. Dus daar baalde ik fucking erg van. Maar dit ligt ook zeg maar mijn hoe zeg je dat, valkuilen bloot. Ik ben wat makkelijk en ook een beetje naïef, dus ik denk daar ook niet echt meer aan. Dus en dan leer ik weer van. Dit zijn weer momenten dat ik van leer. Ik heb altijd dat gevoel, ticketprijs blijft altijd wel hetzelfde. Maar ja, als we het hebben over internationale tickets, natuurlijk blijft die niet hetzelfde. Dus leermomentje. Prima. En weer door. Betekent, ik heb nog zeg maar heel wat uurtjes te gaan. En want 4 uur pak ga ik de trein pakken terug naar Deventer. Dat is wel heel erg lekker. Dat je zo die trein kan terugpakken naar Deventer. Omdat het is toch heel dicht bij huis. Ik pak hem om 4 uur. En ik ben, wat was het, 8:30 in Deventer of zo. Maar dat is lekker. Prima, dan kan ik nog een beetje de avond spenderen. Rond 9:30 ben ik dan thuis. Dus kan ik nog een beetje acclimatiseren. Daarom heb ik ook nog wat tijd om wat dingen te zien. Het is iets over 11:00. Dus nog 4 uurtjes de tijd om wat te bekijken. Om nog wat te zien. Vooral nu omdat het nog licht is. Gisteren bij de Berlijnse muur was er geen verlichting. Dat vind ik zo jammer. Ik denk dat jullie het ook niet zo goed kunnen zien. Maar dat was wel indrukwekkend hoe dan ook. En nu gaan we gewoon een beetje op pad weer. Weet je wel. Ja, ik vind het zo jammer. Weet je, het enige jammer ervan is dat dat ik niet zoveel heb kunnen zien van al te veel van Münster, Hannover. Weet je, toch alleen maar aan het reizen ben. Ja, dan heb je wat tijd nu. Dus dan moet je maar ook het beste van maken. Maar het is toch te weinig. Ik denk toch te weinig tijd om Berlijn al volledig te zien voor wat je wilt zien. Dan moet ik zeggen, het budget is ook. Het begint wel echt op te raken. Dus ik kan ook niet echt veel meer dingen doen. Ik moet vanmiddag nog even wat eten voordat ik de trein in ga. Dus neem ik een hele goede lunch. Iets waar ik vol van raak. En dan gaan we lekker naar huis. En moet ik zeggen, het is echt een prachtig avontuur geweest.
Als ik kijk naar hoe, wat ik allemaal heb beleefd in zo'n korte tijd. Ja, dat is echt bizar. Het geeft me ook het gevoel van, ja, het is een beetje waar het leven om moet gaan. Gewoon dat je kan doen waar je zin in hebt, vrijheid. Niet per se al die verplichtingen. En ik weet dat het niet altijd kan. Tenzij dat je gewoon echt goed geld gaat verdienen, maar dat ga ik niet. Ja, het is fantastisch. Ik ga er ook nog lekker van genieten. Ik loop nu naar Alexanderplatz. Dat is een straat waar een kerstmarkt is. Ik ben toch wel even benieuwd hoe dat eruit mag zien. Dus daar ga ik lekker van genieten, jongens. Kerstmarkt van Berlijn. Zijn we dan? Ik had ook een beetje informatie gevraagd bij gisteren bij een lokale van. Hey, wat is nou een goede kerstmarkt? Hij zegt nou, het dichtstbijzijnde is Alexanderplatz, maar volgens de lokale is dat de minst leuke kerstmarkt wat er is. Oké, ja, we gaan het meemaken. Mij boeit het echt niet. Dus als je echt naar een leuke kerstmarkt gaat, moet je wat meer naar het buitencentrum van. Of wat meer naar het noorden van Berlijn gaan. Dus iets meer naar buiten, maar dan heb je, is je wat groter en leuker. Kijk jongens. Ja, mooi hoor. Ik kan hartstikke veel eten halen. Ik kan leuke dingen doen. Dus we gaan even gewoon een rondje maken. Ik ben heel benieuwd wat er allemaal te zien is. Dus. Ja, niet zo groot hoor. Even kijken of we er misschien nog een andere kunnen vinden, een andere kerstmarkt. Dus, maar wat me ook wel verbaast, hè, zo'n kerstmarkt, dat duurt gewoon een maand. Hier in Duitsland. Terwijl in Nederland het misschien hooguit een week duurt. Dus, dat is wel heel bijzonder hier in Duitsland. Deze is wel beduidend groter. Oh. Gaan we even meemaken. Eindelijk in de trein terug. In Nederland. 45 minuten vertraging gehad. Dus dat is wel jammer. Maar goed. Ik zit erin, terug naar Deventer. Dat is lekker. Oh, ik denk lekker een nappie doen.